1 januari 2015 en op 1 januari is er natuurlijk maar één ding wat je moet doen en dat is de nieuwjaarsduik. Daarvoor zijn wij weer in Lage Zwaluwe bij de Put. En het is hier langzaamaan druk aan het worden, zie ik. We hebben dit jaar besloten om eens een praatje te maken met de mensen achter de schermen. En ik ga eerst praten met Peter, want Peter verzorgt al jaren het geluid. Klopt dat, Peter? Ja, dat klopt, ja. Een jaar of 10 geloof ik. Ja, 10 jaar dus, ja. 10 jaar, dat betekent zolang als de duiker is, doe jij het geluid al? Zolang dat de duiker is, doe ik het geluid, ja. En wat houdt dat in, de muziek of wat, wat is het? Ja, wat voor microfoon en zo, en wat, achter, ja, wat achtergrondmuziek, ja. Het is meestal dus het microfoon gebeuren, hè. Dus, ja. Zodat we geluid hebben, dat we het ook allemaal goed kunnen horen. Dat we geluid hebben, dat we goed kunnen horen natuurlijk. Hè. Ja. Nou, dan denk ik dat we zo de muziek maar weer aanzetten, want ja. Het is zo een beetje stil. Ja. Gaat er dadelijk mee duiken zelf ook? Nee, ik ga niet meer duiken. Nee, dat doe ik niet. Want? Nee, dat is voor mij een beetje te koud. En ik ben een beetje te oud, hè, daarvoor. En gek, want jij bent niks ouder dan ik. Wij kunnen best samen duiken. Nou, ik ga ook. Ja, maar ik ga niet. Nou, misschien volgend jaar dan. Misschien volgend jaar, maar in ieder geval nou niet. Ik sta inmiddels bij de mensen van de EHBO, Petra en Huip. Goed dat jullie hier zijn, denk ik. Hebben jullie druk op zo'n duikdag, Petra? Nou, op zich niet. Het is meer ja, als er iets gebeurt dat je aanwezig bent, dat je kan helpen. Ja, en zijn jullie wel eens echt in actie moeten komen? Nou, vorig jaar een meisje geweest wat onderkoeld is geweest. Dus dan is het wel goed dat je aanwezig bent om te kunnen helpen. Maar gelukkig niet echt hele rare dingen aan de hand gehad. Dan zeggen mijn vrienden al tegen mij, ik ga niet mee, want dan krijg ik het aan mijn hart. Huip, klopt dat nou of is dat gewoon flauwekul? Nou, het is wel zo natuurlijk. Een lichaamstemperatuur van 37 graden die in één keer afgekoeld wordt door een omgevingstemperatuur van 3 graden. Ja, dat is even een klap. Als je niet sterk bent, moet je er ook niet aan beginnen natuurlijk. Daar moet je wel een goede conditie ook voor hebben. Maar het is nog nooit gebeurd hier dat iemand hartklacht heeft gehad? Nog nooit gehoord. Dan hoop ik maar dat dat vandaag ook weer niet zo is. Volgens mij is het lekker weer. Ik ga me gauw omkleden en spring erin. Als er iets is, dan kan ik op jullie rekenen. We hebben de spullen bij. Dus. Ja, we zijn er klaar voor. Dan komt het goed. Hey, dankjewel en succes straks. Een van de andere mensen die achter de schermen vooral werkt, dat ben jij. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Wat doe jij bij de duik? Want ik heb nog niet gezien dat je zwembroek aan hebt, dus het water ingaan doe je niet. Nee, ik moest eerst de kraan meebrengen. Dan kan dadelijk de cameraman eens gaan staan om mooie films van te maken. En dan? En dan ga ik mijn duikspullen halen en die ga ik in het water staan. Hè. Dus jij gaat toch het water in dan? Ja, voor rescue. Hè. Dan kunnen we iets doen. Hè. Ja, dus voor de veiligheid sta jij in het water om mensen eventueel eruit te halen? Ja, als het nodig zou zijn. Hè. Laten we maar hopen van niet, hè, dat het niet nodig is. Nou, ga lekker omkleden, dat doe ik ook, want ik spring zo het water in. Maar jij mag komen redden, dankjewel. Nou, we gaan weer een startschot doen met deze nieuwjaarsduik. Ik geef even het woord aan u. Is iedereen er klaar voor in ieder geval? En hou ook elkaar in de gaten, hè. Als het water in gaat. Kijk of iedereen ermee uitkomt. Kijk uit voor kinderen. De veiligheid is altijd nog. Moet voorop staan voor het plezier natuurlijk. Ik was bij 3, 2, 1, start! Even een applausje voor die kanjers die naar water ingedoken zijn natuurlijk. Hè? Diep respect jongens en meiden.
Ja, dames en heren, de jury was er heel snel uit. We waren ook unaniem. En nummer 3 is geworden het meisje met het circuspakje. Ik heb voor jou de 3e prijs. Gefeliciteerd. Hartstikke goed gedaan. En dan de 2e prijs was voor de papegaai. Daar komt de papegaai aan. Gefeliciteerd. 2e prijs. Hartstikke goed gedaan. Ook voor jou. Rokkonde en de 2e prijs. En dan de 1e prijs. Die is voor de pinguïns. Die moeten de prijs wel delen. Met z'n tweeën. Waar zijn de pinguïns? Ze zien er ineens heel anders uit, maar ze zijn het wel. Van harte gefeliciteerd. Hartstikke leuk gedaan. Jullie moeten de prijs wel delen. Komt dat goed, Jan? Goed gedaan. Hans, weer naar jou. Burgemeester, bedankt voor de prijsuitreiking.